Zoals ik aan het begin heb aangekondigd, leven wij in een zeer moeilijke periode waar wij als mensen onderling elkaar moeten helpen. Het virus heeft geen hart en het slaat overal genadeloos toe. Wij van 1 voor 12 hebben wel onze hart op de juiste plaats en dit nobel werk zetten wij voort. Alleen zijn wij van uw donatie afhankelijk. De voorzitter van 1 voor 12 gaat in op de huidige toestand zoals wij dat nu ervaren. En Carlos Pinas voert het vraaggesprek met hem. Uw aandacht. Meneer Vismalen, we zitten midden in de lockdown, in de total lockdown. Een vraag, hoe redt 1 voor 12, hoe doet 1 voor 12 tijdens deze lockdown? Hoe zit het met de werkzaamheden? Nou, met alle respect voor de total lockdown, ik begrijp de situatie is heel lastig geworden en natuurlijk met alle gezondheidsvoorschriften dat wij in acht moeten nemen, doen wij ook. En ja, het werk is heel moeilijk, maar ik moet u zeggen, de nood is enorm groot, groot, groot. Eigenlijk wil ik bijna zeggen, praten over honderden malen groter dan hoe het al was. We kregen dagelijks constant telefoon van: kan je me met een pakket helpen? Kan je me met dit helpen? Kan je me met dat helpen? Andere bellen, kan je me met een schuld helpen? Kan je me met huur helpen? Maar we kunnen niet iedereen helpen. Ik moet zeggen, we kregen ondersteuning vanuit Nederland. We kregen ondersteuning van mensen die op kantoor komen, een donatie hier brengen. En al die middelen verzamelen we bij elkaar om de mensen ook te helpen. Ondanks die lockdown zien we dat er toch nog mensen geholpen worden. Ik hoor u zeggen van het is iets moeilijker geworden, want die noden zijn duizend malen groter geworden. Waar haalt 1 voor 12 die fondsen toch nog vandaan? Want we kijken naar de televisie en we zien dat mensen toch nog dingen krijgen in deze periode. Ja, kijk, ik moet zeggen, we hebben recent een mevrouw uit Nederland die heeft mij gebeld. Dat is mevrouw Gloria Botsen. Ze heeft mij gevraagd van: Vismalen, ik wil de nood helpen lenigen. Ik zeg oké. Okay. En toen heeft zij, ik denk, een inzameling vanuit haar Facebook van elkaar kunnen regelen. En mensen hebben gelden gedoneerd naar ons ING-rekening in Nederland. En dat hebben wij gelijk kunnen omgezet in pakketten hier in Suriname. En we hebben daaruit iets meer dan 20 pakketten samengesteld. Spullen gekocht, kaas, sap, kip, basisdingen die echt nodig zijn. Anderen hebben ook brood gekregen. En bijna alle pakketten hebben wij groenten. Het zij stoppropool, het zij bladgroenten, het zij antroa, voor alles en nog wat men heel, heel hard nodig heeft. En dat hebben wij kunnen samenstellen uit de middelen van Gloria Botsen. Haar vriendenkringen hebben wij dat kunnen regelen. Ik las in de media dat er een probleempje is voor de zwervers. De mensen die daklozen die over straat zijn, die af en toe eten krijgen van verschillende organisaties. Nu weten we dat 1 voor 12 dat ook vaker doet. Heeft 1 voor 12 dat probleem ook, waarvan 1 voor 12 zegt van: we hebben geen fondsen om de zwervers nu eten te geven? Nou, ik moet eerlijk zeggen, we doen het 3 keer in de week. Soms brengen we het in beeld, soms niet. Maar wanneer het gaat om middelen die wij van donateurs hebben gekregen, brengen we het wel in beeld. In dit geval hebben wij middelen van verschillende mensen gekregen. Zo hebben wij op ons kantoor mensen brengen 1000 of 500 SRD, verschillende bedragen die wij kregen. Directeur van Waha Waterbedrijf heeft ons aantal water gegeven en ook een financiële bedrag. En zo proberen wij middelen daarmee te kopen voor de mensen in nood. In dit geval hebben wij met de gelden levensmiddelen gekocht, pakketten samengesteld. En daarnaast hebben we water gekregen. En dat gaan wij overbrengen aan de dak- en thuislozen. Want u snapt, zij moeten veel drinken. Want als je niet veel drinkt, droog je uit. En wij gunnen ze om ze iets meer dan een halve liter water te geven. En dat gaan we vandaag verdelen voor ze. Welke boodschap geeft 1 voor 12 aan de gemeenschap met betrekking tot deze situatie?
Ik zou bij deze de totale Surinaamse gemeenschap en ook buitenlandse gemeenschappen oproepen. Doneert u 1 voor 12. Het is enorm moeilijk voor de mensen in nood. Wij nemen het op ons om de middelen te gaan kopen en dat te brengen voor de mensen in nood. Natuurlijk kunnen wij dit alles in beeld brengen. Donateurs willen vaak zien van, hey, hier is mijn geld naartoe gegaan. En dat doen wij door het in beeld te brengen. En met alle respect, je hebt een paar mensen die zeggen van, ik heb honger. Maar een chamikot op tv, ik heb respect voor ze. Maar niet iedereen kan je ontheffen verlenen om dat niet in beeld te brengen. De gelden komen van donateurs. Ze willen graag zien van, hey, hier heb ik mijn geld naartoe gestopt. En dat moeten we belichten om ze te laten zien naar alle eerlijkheid waar hun gelden naartoe zijn gegaan, waardoor we ze in beeld brengen. Ik heb dit keer pakketten, zeker een 70 pakketten, hebben wij verdeeld. Maar u gaat zien, slechts maar een deel van de pakketten hebben we in beeld gebracht, omdat een groot deel heb ik uit mijn eigen zak kunnen bekostigen. We hebben 10 pakketten gehad van Compa, vriend van mij. Daarnaast pakket van Gloria. Daarnaast heeft ook mijn vriend Chris in Nederland ook een gastbedrag vrijgemaakt van Vismalen. Kijk hoe je, wat je daarmee kan doen. En dat heb ik ook bijgepast om de mensen in nood te helpen. Meneer Waha heeft een gastbedrag vrijgemaakt. We hebben het ook gestopt in samenstellen van pakketten. Mensen zijn op kantoor gekomen, hebben een gastbedrag gedoneerd. Doen we ook. Mensen op ons ING-rekening hebben geld gedoneerd. We willen, eigenlijk willen wij iedereen helpen. Maar dat kunnen we jammer genoeg niet. Als u wat doneert, kunnen we veel meer mensen helpen. Ik mag u zeggen, wij hebben lijsten van mensen die het heel, heel moeilijk hebben. Het zijn mensen wiens woningen gerenoveerd moeten worden. Het zijn mensen gezondheidssituatie die achteruit zijn gegaan. Het zijn mensen die een gezondheidsbed nodig hebben, gezondheidsmatras nodig hebben. Het zijn mensen die pampers nodig hebben, voeding, medische voeding. We willen ze helpen. Ik traan soms als ik naar alle verhalen moet gaan luisteren van, meneer Vismalen, kan je me daarmee helpen? Jammer dat ik niet iedereen kan helpen. We kregen inkoopmateriaal van Ruud Klint en Rita Notahari uit Nederland. Daar helpen we ook. We krijgen, behalve Ruud, hebben we ook andere mensen die ook inkoopmateriaal doneren, helpen ook. We zien zeker dat 80% van de mensen die 1 voor 12 in beeld brengt, mensen zijn die behoren tot de risicogroep. En je vraagt jezelf af van, die mensen hebben het normaliter al zo moeilijk. Nu vooral hoe deze coronacrisis er is, zullen ze het nog moeilijker hebben. Ze moeten zich goed voeden. Ze moeten immuun zijn tegen die ziekte. En dan nog hebben ze het niet. Dus het is een enorme taak voor 1 voor 12. Enorm groot. De taak is enorm groot voor ons geworden. Ik zou heel graag willen hebben dat we blik melk, die pak en pro-life melk, als ik dat gedoneerd zou kunnen, zou ik naar alle groepen waar we naartoe gaan, iemand een pakje wil geven. Maar geloof me, het is wel enorm duur om dat aan te schaffen. Dus daarom begin ik er niet aan. Maar de meeste mensen waar we naartoe gaan, met de Vismalen, kan je geen melk voor me brengen. Maar gelooft u me, een pakket samenstellen zit je al tussen 300 en 400 SRD, een compleet pakket met kip, met alles dat je de mensen wil geven. En ja, er zijn pakketten die nu te verkrijgen zijn via de VIP, heb ik het goed. En daar moet je gaan registreren. Ja, goed. En ook via sociale zaken. Via sociale zaken. En als ze ons pakketten willen doneren, willen wij het op ons nemen om de mensen in nood te helpen. Maar tot zover hebben wij alle pakketten moeten kopen, moeten samenstellen. Wat wel duur is, maar ik ken de situatie nu in de winkels. De winkelprijzen zijn enorm hoog. Zelf een kip kan je kopen nu voor 70 SRD, kan je voorstellen. Een Surinaamse kip. Ik schrok dat ik een Surinaamse kip voor 125 SRD moet kopen. Come on, waar gaan we naartoe? Maar goed, ik doe mijn werk. Ik blijf mijn werk doen. En ik zeg, laten we
elkaar helpen. Laten we Suriname eruit halen. Mensen met een goed vermogen wil ik smeken. Doneer die 1 voor 12. Wij nemen het logistieke op ons om het werk voor u te doen. U ziet onze rekeningen in beeld. U hoeft niet naar ons toe te komen. U heeft onze rekeningen. Doneert u wat? Laten we veel meer mensen helpen. Ik heb een reeks met lijst met mensen die een groep wil niet in beeld komen. Een groep heeft geen bezwaar daarmee. Als u wil doneren, u heeft geen bezwaar dat wij het buiten beeld brengen. Doen we het ook zo. Dan kunnen we die groep helpen die veel groter is dan de groep die wel in beeld wil komen. Van hieruit wil ik Suriname oproepen om Surinamers te helpen. Doneert u ons, dan willen wij veel meer mensen helpen dat wij niet doen. De groep is groot. We hebben familie Ramkisoen die ons gebeld heeft. Meneer Vismalen, komt u wat geld halen? Koopt u nieuwe ijskast voor de heer Gampoet? En kijkt u wat u met de rest kan doen? En met de rest hebben wij bijgepast pakketten te kopen voor de mensen. Dus het doet je goed dat er mensen zijn die mensen helpen. We hebben ook ingespeeld om behalve de mensen een pakket te geven. 5 à 10 broden geven de mensen ook in ons pakket. Dat is ook afkomstig van een deel daarvan uit de donatiemiddelen die wij van WAH hebben gekregen. En ook Chris in Nederland die doet dat. Daarom zeg ik, helpt u ons. We kunnen inkomen met brood. En daarnaast, als het kan, ook beleg. We hebben een paar mensen ook kaas gegeven. We hebben een paar mensen ook jam gegeven. Chocopasta, dus van alles en nog wat kunnen wij doen. Maar alleen als u ons helpt. Ik wil u vragen, help die 1 voor 12. En stay safe. Tana also.